Er is van A. SKS Racing Team heeft met Cas Valk en Kai Kassenmakers twee toptalenten in huis. Het team werkt nauw samen met de KNV om jong talent een platform te bieden in hun weg naar de top. Hier op Papendal is alles goed geregeld. Eten is goed, diëtisten hebben we hier, masseurs. Als je één keer in de week wordt je gemasseerd. Als je iets is met je lichaam, hebben we hier ook fysio's. De trainingen zijn altijd goede tijden, zeg maar, voor mij. Discipline is voor mij wel goed hier. Ik moet veel zelf doen, veel zelf regelen. Ik denk dat ook wel dat het goed is voor een rijder die zeg maar de top wil bereiken. Want je hebt dan wel een team om je heen, maar uiteindelijk moet je toch met de rijder het doen. En dat is hier ook. Ik heb er ook vooral voor gekozen omdat ik zowel conditioneel veel beter en sterk zou worden op Papendal. Met alle fysieke trainingen door de week en ook met de winterstages in Spanje en gewoon veel meer rijuren op de motor. En zo doen we veel verschillende banen te rijden, meer op harde banen, meer in het buitenland. En zo beter voor de dag te komen op de EK-wedstrijden. Marie Vosselen is de talentcoach voor de motocross bij de KNV en hij begeleidt Kassenmakers en Valk. Dat ze op een verantwoorde manier hun fysiek programma op kunnen bouwen, maar ook hun motortrainingen doen. Dus dat de structuur in het programma zit. Dat is voor hun het allerbelangrijkste. Dus dat het niet op maandagmorgen bedenken is wat we op maandagmiddag gaan doen, maar dat er gewoon een vast plan ligt waarin zij zich moeten verbinden en moeten gaan uitvoeren. En daardoor zijn we ook samenwerking met SKS Racing aangegaan om ook die structuur gewoon ook in de motoren gewoon voor te zetten. De talenten van de KNV wonen in Tenno Papendal, waar zij twee maal per dag trainen en tussendoor een opleiding volgen. Dit is mijn kamer. Ik woon hier op Papendal 5 dagen in de week. Maandag begint mijn week, zeg maar. Ik ga 's morgens om 9:30 moet ik beginnen op school. Meestal tot 2:00. Dan heb ik om 4:00 is mijn eerste training, zeg maar, van de week. En dan heb ik om 7:00 nog massage op maandag altijd. Dinsdag begin ik om 7:30 met een fysieke training. Dan ga ik naar school. Meestal gaan we dan na de school of crossen of we gaan nog wielrennen of mountainbiken of zo. Woensdag ben ik altijd vrij. Dan heb ik, zeg maar, heel de dag de tijd om, om te crossen. Donderdag heb ik ook om 7:30 de eerste fysieke training. Dan ga ik naar school. Tot 2:00 naar school kom ik terug. Dan heb ik om 4:00 mijn tweede training. En vrijdag ga ik om 8:30 naar school tot 11:00. Dan heb ik meestal of ik ga vrijdag wielrennen of we doen vrijdag op Papendal nog een fysieke training. Het was eigenlijk wel een moeilijke stap wat ik heb gemaakt, maar toch heb ik er echt geen spijt van. Ik heb het heel erg naar mijn zin op Papendal. En het is gewoon echt een goede sfeer wat er hangt, allemaal met alle topsporters. En ik heb het gewoon echt naar mijn zin. Op rijgebied wordt er niets aan het toeval overgelaten en gaan de leiders regelmatig op stage in binnen- en buitenland. Zeg maar zelf de trainingen te regelen, het wordt allemaal geregeld. De conditietrainingen worden zelf in elkaar gezet op persoon, hoe je bent, hoe sterk je bent, wordt, zeg maar, op jezelf aangepast. Het programma is een programma waarbij ze beide dezelfde periodisering volgen, alleen wordt er wel specifiek gekeken naar bepaalde behoeften. En zo proberen we voor iedereen wel een specifiek programma te maken. Kassenmakers en Valk zullen samen uitkomen in het EMX 125. Maar ook zal Kassenmakers dit jaar al een aantal wedstrijden in de 250cc-klasse rijden. Het hele team wil, zeg maar, het beste voor elke rijder. Alles is goed geregeld. Er zit een goede sfeer in het team. Dat is ook vooral belangrijk. Natuurlijk is het hartstikke mooi dat ik op in 2 klassen dit jaar kan rijden.
EK 125. Hier in Nederland ga ik bij de Dismas 2,5 doen en diverse wedstrijden hier in Nederland, net als de ONK's, ga ik ook op de 2,50 doen. Ik denk dat we dit jaar zo de beste resultaten kunnen halen. Het team is volop bezig met de voorbereiding en kijkt reikhalzend uit naar de start van het seizoen.